Dit filmpje gaat over een manier van studeren waar je aantoonbaar beter van gaat leren. En het mooiste is dat deze aanpak je helemaal geen extra leertijd en energie kost. Sterker nog, je hoeft er amper iets voor te doen. Gratis leren als het ware. Ben je geïnteresseerd? Bekijk dan zeker de rest van dit filmpje. Voordat ik je iets ga vertellen wat deze aanpak precies is, gaan we eerst wat dieper in op de vraag: wat is leren eigenlijk? Wat gebeurt er in je hersenen wanneer je leert? In je cortex, oftewel hersenschors. Vindt de verwerking en de opslag van informatie plaats? Daar bevindt zich ook je lange termijn geheugen. Leren kun je zien als het proces waarbij er nieuwe verbindingen in je cortex worden aangelegd. De hippocampus, een ander gedeelte van je hersenen, helpt de cortex bij het aanleggen van deze verbindingen. Wanneer je leert, sla je informatie eerst tijdelijk op in het korte termijn geheugen van je hippocampus. Deze informatie zal vervolgens doorgegeven worden aan de cortex, waar het voor langere tijd opgeslagen wordt. Het opslaan van informatie in je cortex duurt alleen best lang. Tijdens de slaap komt er geen informatie meer binnen van buiten, maar wat er wel gebeurt is dat de hippocampus de opgeslagen informatie die zich nog in het korte termijngeheugen bevindt, doorgeeft aan de cortex, waardoor de verbindingen in de cortex sterker worden. De informatie die overdag is binnengekomen wordt zo verwerkt en opgeslagen in je lange termijngeheugen. Tegelijkertijd wordt de hippocampus als het ware geformateerd, waardoor het de volgende dag weer in staat is om nieuwe informatie op te nemen. Doordat de informatie gedurende de nacht is verwerkt in je lange termijn geheugen, ben je de volgende dag in staat om deze informatie weer op te halen. Je hebt iets geleerd. De leerstrategie Retrieval Practice, die in een eerder filmpje behandeld is, past in dit verhaal, want elke keer. Dat je informatie ophaalt uit je lange termijn geheugen, versterk je de bijbehorende verbindingen in je cortex. Daarom ook dat retrieval practice zo'n sterke leerstrategie is. Daarnaast ben je na een goede na nachtrust ook in staat om weer nieuwe informatie op te nemen. Hier zie je een gezonde slaapcyclus weergegeven. Gedurende één nachtrust doorloop je een aantal verschillende slaapfasen. Hoe hoger het getal, hoe dieper de slaap zal zijn. Uit onderzoek blijkt dat het verwerken van informatie, het doorgeven van informatie van de hippocampus aan de cortex, vooral optreedt in de remfase en de tweede fase. Wat je duidelijk kunt zien in de grafiek is dat deze eerste en tweede fase meer optreden in het tweede gedeelte van je nachtrust. Als er iets is duidelijk geworden door het onderzoek naar slapen, is dat slapen een heel belangrijke rol speelt bij het leren. Tijdens de slaap veranker je de stof die je de dag ervoor geleerd hebt. Slaap je slecht, dan leer je dus ook slecht. En je moet ook zorgen dat je lang genoeg slaapt, want het leren vindt vooral plaats in de tweede helft van een gezonde nacht slapen. De aanpak waar ik in het begin van deze film naar verwees, gaat dus over slapen. Je hebt gezien wat de rol is van slapen op de werking van je geheugen. Wanneer je slecht slaapt, heeft dat dus een aantoonbaar effect op de werking van je geheugen. Te veel van de zaken die je de dag ervoor geleerd hebt. Worden niet opgeslagen in je lange termijn geheugen, waardoor je minder effectief leert. Maar een slaaptekort kan ook leiden tot andere problemen. Je kunt je overdag slechter concentreren. Je kunt meer last hebben van stemmingswisselingen, sp spanning, depressieve gevoelens of juist hyperactiviteit zijn gecorreleerd aan slaaptekort. Hierdoor zul je jezelf ook minder energiek voelen en zal je ook minder motivatie hebben. Een slechte nachtrust leidt zo tot slechtere schoolresultaten. En daar wordt niet alleen die nacht doorblokken voor de toets mee bedoeld, maar vooral ook de situatie waarbij je elke nacht opnieuw minder slaapt dan dat je eigenlijk zou moeten. Het hoeft maar één of twee uur per nacht te zijn die je aan slaap tekort komt, maar het effect daarvan op je leren en op je persoonlijke welbevinden bouwt zich gestaag op. Dat effect is negatief, maar dat effect kan gelukkig ook voorkomen of hersteld worden. En de oplossing is natuurlijk best simpel: zorg dat je elke nacht genoeg slaapt. Want wat dan natuurlijk de volgende vraag opwerpt: Hoeveel uur per nacht is eigenlijk genoeg? Dat is misschien meer dan dat je zou denken. In de, deze grafiek zie je weergegeven hoeveel uur slaap een mens nodig heeft. Deze varieert en hangt af van de leeftijd. Een middelbaar scholier heeft tussen de 8 en 10 uur slaap nodig. Dat lijkt misschien best veel, maar met een simpele test kun je nagaan hoeveel slaap jij per nacht nodig hebt. Hoeveel uur slaap jij wanneer je niet naar school hoeft en je ook geen andere verplichtingen hebt, zoals sport of een bijbaantje? Hoeveel uur slaap je dus als je lekker kunt uitslapen? Dat is de slaaptijd die jij nodig hebt. Velen, scholieren maar ook volwassenen, slapen tijdens een school of een werkdag minder dan dat. Als dat bij jou ook het geval is, dan is de kans aanwezig dat je te maken hebt met een slaaptekort. Gelukkig kun je hier iets aan doen. Je kunt zelf actief zorgen voor een goede nachtrust. In deze dia zet ik een aantal tips op een rijtje. Maar op internet kun je veel meer informatie vinden over hoe je goed kunt slapen. Mik allereerst op minstens 8,5 à 9 uur slaap per nacht. Weet je bijvoorbeeld dat je om 7 uur ochtends op moet? Zorg er dan voor dat je uiterlijk om half 11 s'avonds in bed ligt. Een slaapschema wordt makkelijker aan te houden wanneer je tijdens het weekend niet te veel afwijkt van deze tijden. Wat vaak ook goed werkt is om net voordat je gaat slapen dezelfde routine te doorlopen. Bijvoorbeeld om 10 uur tanden poetsen, daarna een half uurtje ontspannend lezen en dan de lichten uit. Zo breng je jouw lichaam sneller in de slaapstand. Probeer je bed ook exclusief te gebruiken om in te slapen. Dwing jezelf om je huiswerk altijd aan je bureau te maken en niet op je bed. En neem je mobiel ook niet mee naar bed. Leg hem uit het zicht op je bureau en nog beter is om je mobiel s'nachts helemaal uit te zetten. Te veel cafeïne houdende dranken later op de dag kunnen ook leiden tot slechter slapen. Drink dus s'avonds beter geen koffie, cola of energiedrank meer. Te veel licht heeft ook een negatieve invloed op je nachtrust. Gebruik s'avonds dimlicht in je slaapkamer en kijk voordat je gaat slapen niet meer op een schermpje. De informatie van dit filmpje is samen te vatten in één one-liner: Slapen is dé makkelijkste manier van studeren. Een goede nachtrust zorgt ervoor dat je de leerstof in en buiten de klas beter kunt opnemen en verwerken. In andere woorden, met een stabiele, goede nachtrust kun je effectief leren en haal je hogere cijfers.